En dan, vorig jaar stond zij hier op het podium en ze deed ook mee aan de grote finale. En daar werd zij gekroond tot Miss Nederland Slenderug. En dan ging zij Nederland vertegenwoordigen op de Miss Pola Polo International Europe verkiezing. En ook die won zij. Dames en heren, Laura Herman. Een hele goede avond, Laura. En Laura, jij had een woordje dat jij wou zeggen aan ons publiek. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren, aan onze jury uiteraard. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Heb ik een favoriet? Ja! Ik ben Miss Limburg Internationaal 2019 en ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten. Ik ben zelf 2,5 jaar geleden begonnen als bij de misverkiezing 2018. En daar heb ik een paar maanden de tijd gehad en ik heb er enorm hard voor gewerkt. Uiteindelijk ben ik misfotogeniek geworden. Dit motiveerde mij om een jaar later nog een keer mee te doen in Miss Limburg Internationaal 2019. En hier ook heb ik hard voor gewerkt, want uiteindelijk ben ik Miss Limburg Internationaal 2019 Nederland geworden. Ik ben in dit jaar, afgelopen jaar, heb ik enorm veel ervaring opgedaan. Want ik ben in Dubai geweest, internationale verkiezing van Miss Polo. En ook hier heb ik een van de hoofdtitels gekregen, Miss Polo Internationaal 2019 Europa. Wat zeer zeker ook nog heel erg leuk is, is de eer. Wat ik deze dames heb mogen doen, is namelijk klaarstomen voor deze avond. En wat hebben ze hard gewerkt voor vanavond? Mag ik daar even een applaus voor hebben? Ondanks de kleine zenuwen, wat we zeer zeker ook gemerkt hebben, ben ik enorm trots op ze. We zijn een team en iedereen is een winnaar. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En ook jullie, de jury natuurlijk. En een fijne avond en show allemaal. Dankjewel. Dankjewel, Laura.